dat is best wel vies. Jullie hebben het net gezien, Lodi is dus kreupel. Want ze geeft gewoon aan dat ze ergens pijn heeft. Het is allemaal weer schoon en netjes. We hebben even een voorraadje voer ingeslagen. Dat was lekker in de aanbieding. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Eefje Bleefje. Jullie zien hier een paar leuke droombeelden, want Januël wilde ook graag even spelen met het nieuwe speelgoed van zijn papa. Het gaat hem al aardig goed af en dat vindt hij zelf ook. Wat minder goed ging deze zondag, was Lodi te pakken krijgen van de trek. Ik wilde Lodi namelijk even gaan logeren en het werd een hele uitdaging. Lodi leek een beetje bang te zijn voor de andere paarden en dat resulteerde in een soort tikkerspelletje. En toen ik hem eindelijk te pakken kreeg, weigerde hij eigenlijk langs de andere paarden te gaan. Dat zien jullie ook straks, dat hier Jedi echt voor hem gaat staan en hij wilde gewoon met geen mogelijkheid langs. Ik moet eerlijk bekennen dat ik toen een beetje opgegeven heb en het hierbij heb gelaten. Maandagmiddag en ik ben op stal, want ik moet eigenlijk Lodi en Viva even gaan logeren. Evina wilde vanmiddag graag met een vriendinnetje afspreken, dat is natuurlijk prima. Maar zondag hebben we niks gedaan, zoals jullie gezien hebben. Het lukte niet om Lodi van de trek af te krijgen en dat is weer even een nieuwe uitdaging. Wordt aan gewerkt, maar ik merk wel aan mezelf dat ik nu eigenlijk niet zoveel zin heb om dat spelletje te gaan spelen. Ik ga het toch straks even proberen en anders ga ik Peter aan mijn raad vragen hoe ik dit nou weer op moet lossen. Maar onderweg hier naartoe op de fiets kwam ik langs een boerderij die wat paardenspulletjes verkoopt. En ik dacht, de poetskist van Naira en Polly is al een hele tijd stuk. Dus ik heb even een nieuwe gekocht, precies dezelfde. Maar ja, als ik daar ben dan kan ik het natuurlijk niet laten om ook even wat andere spulletjes mee te nemen. En zo heb ik dus hier in mijn hand, dat zijn de spulletjes die uit deze poetskist kwamen. Maar hier heb ik elastiekjes en een schapenwol handschoen. En dat is altijd fijn voor een glanzende vacht. Die zag ik liggen en die wilde ik al heel lang hebben. Dus ik dacht, die neem ik nu lekker mee. Maar als je dan zo'n poetskist leeg gaat halen, dan zie je pas hoeveel troep er eigenlijk in komt. En deze spulletjes wil ik eigenlijk bij mezelf in de poetskist hebben. Maar dat wordt nogal een uitdaging. Dus ik dacht, misschien is het leuk om even samen met jullie mijn poetskist leeg te halen. En te zien hoe dat er eigenlijk uitziet na een tijdje. En ik kan je vertellen, dat is best wel vies. Nou, zo staat mijn poetskist natuurlijk. Er staat meestal olie naast. En spray voor de muggen. Ik leg alles hier even op de grond neer. Dit heb ik dus net nieuw gekocht. Deze hadden we al. Borsteltje voor de hoeven. Om de hoeven schoon te borstelen. Hij is best wel hard. Maar dat is natuurlijk fijn. Deze borstel zag ik. En dat is ook best wel een fijne harde borstel. En wat ik belangrijk vind. De meeste borstels die ik heb zijn best wel breed. En dan krijg je van dat krampen je handen. Maar deze is lekker smal. Dus die kan ik goed vasthouden. En dan nou ja zo. En elastiekjes, daar kan je nooit genoeg van hebben. En nou is dat voor Lodi misschien niet zo handig. Maar Polly, die vlechten we natuurlijk altijd. En Naira ook. En Viva heeft ook best wel lange manen. Daarover gesproken, een aantal vlogs geleden had ik jullie gevraagd wat jullie mooier vonden. Een sportkoep bij Viva of langere manen. En eigenlijk gaven een paar van jullie aan knippen en sportkoep. Maar Evina is het daar niet zo erg mee eens. Die wil liever Viva de manen lang laten groeien. En natuurlijk is Viva het paard van Evina, dus zij mag dat beslissen. Dus als zij langere manen mooier vindt, vind ik dat ook eigenlijk best wel prima. Maar nu de poetskist. Zo ziet hij er dus aan de buitenkant uit. Dat belooft wat voor de binnenkant. Nou, het is sowieso een zootje ongeregeld hier binnen. En we gaan eens even kijken wat zit er nou eigenlijk allemaal in. Nou, dit is een harde borstel. En deze is ook best wel smal, zie je. Die gaat eruit. Hoefvet. Een wandje. Nou, die handschoen. Die wil je eigenlijk niet meer aan, zo vies. Nog een borstel. En natuurlijk een hoevenkrabber en sudocrème, altijd handig. En deze borstel is ook echt super fijn. Een tekentangetje.
Dat is ook nodig. En nog een handschoen natuurlijk. Hé, hey, ik had al zwarte elastiekjes. Ja, zie je, zo vind je nog eens wat. Die kunnen bij Polly in de poetskist straks. Dit is een schuur... Ja, hoe noem je dit blokje eigenlijk? Weet ik even niet zo goed meer. Maar dat is heel fijn voor het verharen. Dit is een massageborstel. Kijk, er zitten balletjes aan de achterkant. En dat is een soort van massageborsteltje. Olie, babyolie. Waarom ik dit heb, eigenlijk geen idee. Een zachte borstel. Nog een hoevenkrabber. Nog een rosting. Dit is nog medicijn van Stacy. Dat ga ik me gauw even opruimen. En dan is dit zo'n beetje wat er... Oh nee, ik zie hier nog iets liggen. Een mannenkammetje. Oh jongens, dit is echt erg. Nog een mannenkam. Oh, nog een hoevenkrabber. Nou, nog een haak. Erg, hè? Nou, schoonmaken vind ik een beetje onzin. Maar ik heb hem even uitgeborsteld. En nu kan ik ervoor kiezen, wat wil ik er weer in? Nou, deze wil ik er weer in. Want dat vind ik altijd fijn om bij de hand te hebben. En dat geldt ook voor de pseudocreme, voor als ze wondjes hebben. Dus die gaat er gelijk weer in. Ook de tekentang wil ik er gelijk in. En nu kom ik dus eigenlijk tot de conclusie dat alles wat ik hier heb liggen, ik gewoon in die kist wil. Dit is hoe het er nu uitziet. Het is allemaal weer schoon en netjes. En ik heb toch besloten om wat dingetjes er niet in te doen. Zoals mijn handschoentjes. Deze manenborstel die gaat dus naar Vive. Want als Vive lange manen wil houden, of Evina wil dat Vive lange manen houdt, dan heeft zij die nodig. De babyolie gaat er niet in. Ook het schuurblokje is voor het voorjaar. De elastiekjes gaan naar Polly en Naira. De medicijnen van Stacy, die gaan er ook uit. En de schaar geef ik een heel mooi plekje ergens waar niemand hem vinden kan. Behalve ik dan, dat begrijp je wel. Woensdag en woensdag is lesdag en dat gold ook voor Marielle en Lodi. Hartstikke leuk, ik had me er heel erg op verheugd. Maar hier gaat Lodi draven. Deze les is van hele korte duur. Want, zoals jullie zien, is Lodi helaas kreupel. Petra en ik hebben zijn peesbeschermers afgedaan en zijn benen nagevoeld. En we hebben een plekje gevonden wat verdikt is. En hier zijn we Lodi aan het koelen met water. Kijk, rood. Ja, rood. Nou rood het ook met... Een gave rode raceauto. Oh, ja, nog een blauwe raceauto. Hè? Nee? Ja, jullie hebben het net gezien. Lodi is dus kreupel. Ik baal echt als een stekker. Maar goed, het is wat het is. De dames hebben hier op de achtergrond Polly opgezadeld. En we hebben weer een oud bezoekertje. Ik weet niet of jullie haar nog herkennen. Maar Jalissa komt weer eens een keertje bij ons rijden op Polly. Hè? Ja. Vind je het leuk? Ja. Ze heeft al mooie vlechtjes gemaakt in de manen van Polly. En hier is Aljon, die zit op Naira. We gaan lekker even een paar rondjes door de bak rijden. En dan wordt Vive ondertussen alweer opgezadeld. En dan is het straks weer tijd voor de les van Evina. En ik hoop dat die dan wel goed gaat. En dat Vive niet ook kreupel is. Dat zou toch wel wat zijn, als dat zo was. Nou, wij gaan even lekker... Een wandelingetje maken, maar deze keer dus niet door het bos, maar even in de bak. Nou, kijk eens, daar staan ze weer lekker samen. En Miranda die geeft hem lekker steun. Lodi is lekker aan het kijken naar alles wat er in de bak gebeurt. Zo knapperd. Hè? Nou, daar komt Polly ook eindelijk aan. Ik weet niet wat ze allemaal aan doen waren, maar... Nou, goed. Maar hij heeft er geen zin meer in. Nou, kijk eens wat gezellig. Evina is ook gearriveerd en die loopt even mee. Ja, kinderen hebben de tijd van hun leven. Prachtig. Het is er al, Jon. En
Weer draad? Ben je er klaar mee? Ja? Nou, dan gaan we gauw naar de stal en dan gaan we daar afzadelen, ja? Nou, kom dan. Wat ben je aan het doen, Aljan? Met Stoffie te spelen. Met Stoffie aan het spelen? Oh, wat leuk! Hij vindt jouw takje leuk, hè? Dat wil hij pakken. Maar wat minder leuk is, en dat gaan we jullie nu even vertellen, en daarvoor ga ik de camera even neerzetten, want dat gaat over Vive. Ik heb trouwens een vest aan van Jan, dat is een beetje te groot, maar ik had het een beetje koud en ik ging natuurlijk kijken bij de les van Evina. En dus Jan die zei, ik heb wel even een vest voor je. Nou, hartstikke fijn Jan. Vive staat hier met haar kont aan ons toe. We gingen dus kijken bij de les van Evina en daarvoor mocht mijn nichtje eerst even stappen op Vive. Dat doet ze wel vaker. Maar nu bij het opstappen ging dat helemaal niet goed, want Vive probeerde te slaan. Oh, geef jij er nog even een speciale krabbeurt. Die ga op je poetskist staan. Dan kan ik ondertussen even vertellen. Ja, wat gebeurde dus? Vive sloeg echt gericht naar mijn nichtje. Tot twee keer toe. De eerste keer zag ik niet. En ik dacht van, nou, dat zal wel meevallen. Dus ik zei, ja, kom op, stap maar op. En toen sloeg ze dus echt gericht naar mijn nichtje. Het was gelukkig net niet raak. Maar we hadden echt heel veel schrik daarvan. En toen is Evina daarna wel opgestapt en dat ging wel goed. Dat vond ik eigenlijk een beetje vreemd. Want ik dacht, nou ja, hè? Maar toen kwam dus Petra en ik zei tegen Petra, nou, Vive deed dat net. En wij zijn dat echt totaal niet van de gewend, hè, Evina? Nee, dat doet ze echt normaal nooit. Toen zei Petra dus van, nou, ik pak het zadel even af en ik kijk even. En toen Petra het zadel afpakte en met haar handen op Vive de rug ging, werd Vive ook gemeen en wilde ze ook uithalen. Nou ja, gemeen is het niet echt. Wat vind jij, Evina? Gemeen is het niet echt, want ze geeft gewoon aan dat ze ergens pijn heeft. En dat bleek dus ook toen Petra haar even ging behandelen met haar handen. En nou, de mededeling is dus, de conclusie is, dat Vive ook eventjes pas op de plaats moet maken. We gaan een lekkere massagebehandeling voor haar inplannen. Ze is laatst nog bij Jeroen, de osteopaat geweest, die velen van jullie misschien ook wel kennen. En toen was alles nog goed, dus er is in korte tijd iets veranderd. Wat er precies is veranderd, dat weten we dus niet helemaal. Maar dat ze pijn in haar rug heeft, dat is wel duidelijk. Ik ga gelijk de zadelpasser even een appje sturen of ze langs wil komen om het zadel te controleren. Want dat is natuurlijk het eerste waar je aan denkt. Wat doe je nou? Heb ik wat in mijn zak? Oh, ik heb nog een klein snoepje in mijn zak. Nou, hier dan. Ze krijgt alle zorg die ze nodig is. Hè, Vief? En we geven haar de tijd totdat ze zich weer beter voelt. Daar komen net Miranda en Polly terug. Ja, dat is leuk, hè? Maar Evina, wil jij er ook nog even wat over vertellen? Ja, want Petra die heeft tegen mij gezegd dat ik 2 weken niet meer mag rijden. Maar dat ik nog wel gewoon leuke dingetjes met haar mag doen. Bijvoorbeeld wandelen, aan de hand springen, grondwerk, dat soort dingetjes. Ja, eigenlijk dus wat je in het begin deed, hè, toen we Vive net hadden. Ja, misschien weten sommigen van jullie het niet, maar we hebben Vive gekregen toen ze 3 jaar was. En toen heeft Evina haar zelf beleerd met Petra. Dus we kennen haar ook al erg lang. En we zijn ook begonnen met gewoon lekker aan de hand dingen doen. En daarna hebben we haar zelf beleerd. Maar die dingen mag Evina dus wel gewoon doen. Lekker wandelen of spelen met elkaar. En nou, dan gaan we het goed afwachten totdat Vive aangeeft dat ze weer beter is. En dan zo gaan we doen. Good morning, ik ben alweer op stal. Ik heb net Aljan op school afgeleverd, maar ja, hoe gaat het nu precies zijn? Ik moet een keer of 3, misschien wel 4 of 5, naar stal om Lodi te koelen. Zijn been dan, niet helemaal natuurlijk, maar zijn been te koelen. Dit ga ik doen met de waterslang, maar ik heb ook van een stalgenootje heel lief een icepack boot gekregen. Dat is speciaal voor paarden. Die ga ik later vandaag even ophalen. En dan zullen jullie die ook even zien wat dat precies is en hoe dat werkt. Maar dat zal mijn leven in ieder geval een stuk gemakkelijker maken. Nu ga ik proberen om Lodi te koelen met gewoon water. En ik stap natuurlijk even de schuur binnen. Er was al iemand me voor. Oh, veel vogeltjes hier.
Ze zijn niet zo enthousiast als jullie anders gewend zijn 's morgens. Oh, toch een klein hinnetje. Maar ik ga Lodi dus even proberen te koelen alleen. Ik ga niet zeggen dat dat een uitdaging wordt, want ik heb gisteren geleerd dat ik niet altijd gelijk het slechtste moet bedenken in mijn hoofd. Want dat straal ik dan ook uit naar de paarden. Dus ik ga gewoon even Lodi zijn voeten afspuiten. En dat gaat helemaal goed. Mijn stalgenoot kwam net deze brengen en dit zijn dus de... Wat is er? Wil je ook kijken? Ja, dit is voor jouw been. Nee. Die kwam dus net deze brengen. En dit zijn dus horse boots. Hot cold boots noem je ze officieel. En deze kan je dus zowel als warmtecompress als koude compress gebruiken. Ik heb... Wat is dat nou? Wat wil je nou? Ik heb net de Lodi gekoeld zoals jullie zagen met water. En dat gaat ook prima. Maar eigenlijk als je het echt goed wil doen, moet het veel langer. En ja, heb je eigenlijk wel een paar extra handen nodig. En deze kun je dus gewoon in de vriezer leggen. Dan moet je ze 30 minuten in de vriezer leggen. Of 15 minuten in koud water. Ik heb hier een bak neergezet. En hier ligt er dus eentje in koud water af te koelen. Lodi vindt het erg leuk wat ik doe. Dus ik ga nu even een kopje koffie drinken en dan kom ik terug. Hij heeft hem om en hij doet het hartstikke goed mee. Nu even wachten tot de 15 minuten voorbij zijn. We hebben even een voorraadje voer ingeslagen. Dat was lekker in de aanbieding, dus ik dacht stapelen. En deze jongen hier gaat het even met mij netjes opstapelen. En dan kom ik vanavond nog een keertje terug. Evine haalt Polly even, want die kan dan alvast even eten. Na het eten kom ik even terug en dan ga ik nog een keer Lodi's been koelen. Zo moeilijk zeg. Daar zal je Polly al hebben. Oeh, die is lekker vies van de regen. Zo, die gaat lekker eten. En dan ga ik hiermee ook de vlog afsluiten. En ik hoop dat ik voor jullie aan het begin van de volgende vlog goed nieuws heb over het been van Lodi. Ik zou zeggen, doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En tot de volgende vlog!